Goed. Allemaal hartelijk welkom op de opening van de jaarlijkse onderlinge tentoonstelling van Vogelvereniging de Gieteling. Na een mooie keurdag, waar de keurmeester spreken waren over de kwaliteit van de vogel. De keurmeester van de Canarie, die was al weer op tijd klaar, net als voorgaande jaar. Er waren een aantal Canarie. De keurmeesters van de tropen die hadden iets wat langer werk. Die hebben na de lunchpauze hebben het werk afgehandeld. Dus ja, die hadden iets langer werk. Natuurlijk iedereen die heeft geholpen met het opbouw van de show, tijdens de show en het afbreken van de show. Dan gaan we nu de kampioenschaal of filmpje uitdelen. En ik wil ook vragen of onze sponsor Jan van der Graaf mij daarmee helpen wil. Wat vriendjes? Nee, dat doe ik niet. Heerlijk, kampioen ongesegmenteerd. Koor nummer 14 met 92 punten. Dan gaan we naar het kampioen, gepigmenteerd, Wim van der Heen, voor nummer 18, met 93 punten. Dan gaan we naar de Australische prafvinken en Afrikaanse prafvinken. Jan Jur, voor nummer 81, met 94 punten. Ja, dan kan ik daar zien. We gaan nu naar de graspartij. Jan de Hoertje, voor nummer 140, op met 94 punten. Jan hoor, eerste keer een visie. Jan. Dan gaan we naar kampioen rode parkieten, Jos. Er zit een beperking op. Sorry. 93. Ja, dankjewel. Jos, mag blijven staan. Oh. Man, dan doen we het recht. Door, kast, erop, graag erom. Ja. Gefeliciteerd, jongens. Ja, dankjewel. Goeie zes. Ja. Mooi weer. Dankjewel. Omkassen. Nou, volgen dan. Dat heb ik jullie ook gewoon. Dan heb ik nog. Het Bondskruis, dat wordt elk jaar door de Nederlandse Bond beschikbaar gesteld. Jan, mag ik mij ook? Je gaat naar Chris Keelers, de koor nummer 14. In ieder geval weer 2 meter. Dan worden er nog door de Bondsmedailles beschikbaar gesteld. Ik vind het heel verveeld, Chris, maar meer in de inboer. Jan Jus, met koor nummer 80. Dankjewel. Jan Boertjes, voor nummer 129. Jan de Ronde. Doe het in de
met Jos van Heijden, kooi nummer 157. Jos, en als je naar Flevol blijft staan, de aangewezen vogel. Jij gaat aangewezen met die vogel de meeste punten zou krijgen van de keurmeester. Bij deze, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat een mooi gedaan. Dan gaan we nu naar de clubkampioen. Dat is de eerste vijf volgers opgeteld, de punten. Gaat dit jaar naar Jan Boertjes. Jan Boertjes. 466 punten. En dan, Jan, dan wil ik jou bedanken. Ik heb nog één opstaan, maar dan wil ik anders. Bedankt. Dat voelt vereniging. Ik ga nogmaals punten voor de woorden bedanken. In het begin van de avond had ik hem al genoemd. Ik wil vragen of Jos van Heijden. Jos heeft een mopje schipper gesteld. Als Jos een mopje wil, ja, voor deze keer, Jos. En dan wil ik graag Jan Jup naar voren hebben. Oh, voor het voor nummer 81. Wat wil jij er nog bij doen? Ja, Jos die gaat op de hand. De kampioenen. Straks worden de keurbriefjes uitgereikt. Mocht er een fout nog staan, meld het even bij een van het bestuur. Of bel de keurmeester, eventueel. Maar ga niet elkaar afbranden op de social media. Als het goed is, is het goed. Mocht er fout zijn, laat het ons weten. Of nogmaals de keurmeester. Dan, wat mij betreft. We gaan eerst horen bij. Ja, met de kampioenen even in de zaal. En als dat klaar is, dan mag het publiek van mij betreft de zaal in. Dank u wel. Ja, dat is een beetje 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 een beet